Ik ben Lenneke van D66 Katwijk. Dit is mijn zoon Colin, want het is voorjaarsvakantie, dus die mag mee. We zijn in Den Haag. Het is steenkoud. Hier staat de D66 bus. Die gaat straks vertrekken. En heel veel mensen komen flyeren in Katwijk. Maar wij zijn hier om Paul van Meenen te spreken. We gaan hem wat vragen stellen over wat D66 lokaal voor het onderwijs kan doen. Dus we gaan op zoek naar Paul. We moeten maar eens even langs de bus. Ja. Zo, nou, we hebben Paul gevonden en we hebben een beetje warm plekje opgezocht. Heerlijk, ja. Dit is Paul van Meenen. En Paul, mag ik jou een paar vragen stellen over wat we voor het onderwijs in Katwijk kunnen doen? Heel graag. Ja? Ja. Vraag 1. Hoe kun je als gemeente helpen om het onderwijs beter te maken? Ja. Je kunt bijvoorbeeld denken aan hoe kunnen we je helpen als het even niet zo goed gaat op je school. Je kwaliteit staat onder druk of je hebt geen conciërge. Nou, wat kunnen wij als gemeente voor je betekenen? Een vraag stellen als gemeente. Ze begint bij een betrokken houding eigenlijk. Zeker, zeker. En een belangstellende houding. Ja. En een hulpvaardige houding zou ik zeggen. Ja. Je kunt als gemeente heel veel. Je kunt bijvoorbeeld ervoor zorgen dat alle scholen met elkaar in gesprek gaan over hoe ze de beste plek voor kinderen kunnen maken met elkaar. Ja. Dat gebeurt soms in gemeenten te weinig. Ja. Maar je kunt denken aan het aanleggen van ICT-voorzieningen als een school bijvoorbeeld nog niet beschikt over glasvezel. Okay. Dus het is heel breed. Je kunt kijken, zijn er thuiszitters in de gemeente? Ja. Zitten de kinderen thuis? Ja. En wat kunnen we daar aan doen? Hè? Wat mij toch zelf altijd het meest raakt, is daar waar kinderen die weinig kansen hebben, eigenlijk door de omgeving waar ze opgroeien, dat je probeert gezamenlijk, gemeente, maar ook vooral scholen, kinderopvang, om gezamenlijk die kinderen wel een kans te geven. En het allerbelangrijkste voor jonge kinderen is dat ze geen taalachterstand oplopen. En daarom vind ik het heel belangrijk dat er op meerdere plekken in het land samenwerking tussen kinderopvang en basisschool komt. Waarbij de kinderopvang niet meer gericht is op alleen maar de arbeidsmarkt. Van de ouders kunnen werken, want de kinderen worden opgevangen. Mm-hmm. Maar dat die kinderopvang in samenwerking met die basisschool ook kijkt naar de ontwikkeling van het kind. Ja. Dat vraagt goed geschoold personeel, maar dat vraagt ook gewoon een gezamenlijke blik. Een soort doorlopende lijn in de ontwikkeling van kinderen. Okay. Want dat is het beste wat je voor kinderen kunt doen. Zorgen dat ze, start. Ja, er zijn heel veel kinderen die nu op dit moment met een achterstand, met name een taalachterstand, aankomen op de basisschool. Ja. En eigenlijk halen ze dat nooit meer in. Nee. Dus alles wat daar gebeurt, in elke gemeente waar ik dat zie, word ik daar heel erg blij van. Wees vooral betrokken. Stel vragen, ook gemeenteraadsleden. We vragen het college, hoe staat het ervoor met het onderwijs in onze gemeente? Ja. Echt vanuit betrokkenheid bij om te beginnen kinderen, maar ook hun ouders, hun grootouders, hun buren, iedereen. Er zijn uiteindelijk heel veel mensen betrokken bij of het goed gaat met kinderen. Ja. En het gaat er soms te weinig over in de gemeenteraad. Juist ook vanuit die gedachte, ja, we gaan daar allemaal niet over. Nee, je gaat er niet over. Nee. Maar je mag je er wel mee bemoeien. Nou ja, nogmaals op de positieve zin. In de positieve zin. Dus dat zou ik echt elke gemeente en ook gemeenteraad willen aanbevelen. Paul, voor vraag 4 willen we jou een aantal uitspraken laten zien. En daar heb ik mijn assistent Colin voor meegenomen. Hey, Colin. Hi. Colin heeft een aantal bladen met daarop uitspraken van bekende mensen over onderwijs. En dan ben ik benieuwd naar jouw reactie daarop. Okay. Laat de eerste maar zien, Colin. Ik onderwijs mijn leerlingen eigenlijk niet, maar ik probeer ze in zo'n omgeving te brengen dat ze kunnen leren. Ja. Dat gaat ervan uit dat kinderen willen heel graag leren. Wij hoeven niet iets te doen om kinderen aan het leren te krijgen. Nee, als we zorgen dat het interessant is, dat je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Nou, kinderen hebben als geen ander nieuwsgierigheid, dan gaan kinderen vanzelf leren. Dus dat is eigenlijk de kunst in het onderwijs, ook zorgen voor dat het zo interessant wordt en dat het zo uitnodigt om te leren, dat het leren eigenlijk vanzelf gaat. En ook heel erg leuk is, want leren kan heel leuk zijn. Nou, dan gaan we naar nummer 2, Colin.
ja. En hebben Nelson Mandela. Onderwijs is het, ja, dat zegt Nelson Mandela. Het meest, onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen. Nou, dat denk ik ook. Ja, het is niet voor niets dat D66 onderwijs ook op nummer 1 zet. Hè. Wij willen een betere wereld op allerlei vlakken, of het nou klimaat is, maar ook vrede, duurzaamheid, noem het maar op. En ja, dat hangt allemaal af van de ontwikkeling die wij met z'n allen doormaken. En als je dat goed in weet te zetten, dan kan je de wereld echt beter maken. Ja. Oké, nou nummer 3, Colin. Daar hebben we even kijken. Mahatma Gandhi. Laat hem maar even ook een paal zien, Colin. Ja, leef alsof je morgen dood zou gaan. Dat betekent geniet van je leven. Dat is de ene kant. Maar ik denk de tweede is zeker zo belangrijk. Je moet leren vanuit het idee dat je altijd zal blijven leven. En dat is inderdaad dat leven lang leren. Ik zeg leven lang leren begint met lang leven leren. Ja, ja. Dus daar komen we even terug op het vorige. Van, ja. Er zijn te veel mensen nu nog die als hun school helemaal afgelopen is en hun examen gedaan, denken van nou, dat hebben we gehad, dat hoef ik nooit meer te doen. Nee. Terwijl als je van school zou komen met het idee leren is leuk, leren is fijn, ja, dan is het ook veel makkelijker om dat je hele leven vol te blijven houden. Ja. Want het is ook zo, je kunt je hele leven blijven leren, dat moet ook. Ook zeker in de huidige samenleving, waarin dingen zo snel veranderen, dat je je daar ook op zult moeten aanpassen, ook in je werk later. Dus, ja, daar strijden we heel erg voor, om dat ook voor iedereen mogelijk te maken. Oké. Okay. Inspireren het rijtje, dan vraag ik af wie de laatste is. Ja, wie zou dat zijn? Dat is een hele... Ook zo'n inspirerend figuur. Ja. Dat is, jij bent het. Je moet zorgen dat je... Dat die scholen waar kinderen op zitten, dat hele prettige, stimulerende omgevingen zijn. Waar kinderen uitgedaagd worden. Tot nieuwsgierigheid. Ik heb zelf bijvoorbeeld mee mogen werken aan de geschiedeniskanon van Nederland. En misschien krijgen jouw kinderen dat ook wel op school. Ja. En je zag dat de belangstelling voor geschiedenis begon terug te lopen. En toen hebben we gedacht van, dat is maar één manier om dat weer terug te krijgen. En dat is het mooie verhaal. En er zijn natuurlijk in de geschiedenis heel veel mooie verhalen te vertellen. Ook over de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Mm-hmm. En dat is, zo hebben we geprobeerd de kanon van Nederland op te zetten. En dat heeft hier ook mee te maken. Dus dat je onderwijs zo inricht dat het echt stimulerend, plezier, uitnodigend voor kinderen is. Ja. En dan komt het allemaal helemaal goed. Ja. Leuk. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel Paul voor al je reacties en al je input. Dan heb ik nog een laatste vraag. Ja. Waar jij denk ik niet echt expert op bent op dat gebied, maar toch, hoeveel zetels denk je dat D66 krijgt in Katwijk? Nou ja, expert wil ik niet zeggen, want ik heb geen kristallen bol natuurlijk. Maar ik heb wel meer dan 10 jaar in de gemeenteraad van Leiden gezeten. Ik ken Katwijk dus ook wel een beetje. En in Leiden waren onze ambities hoog en zijn we nu ook de grootste partij. Ik zou niet weten waarom dat niet in Katwijk zou kunnen. Maar laten we voorzichtig beginnen. Jullie hebben nu 1 zetel, als ik het wel heb. Ik zou zeggen, dat worden er zeker 3. Oké, hartstikke mooi. Wens ik je ook heel veel succes mee. Goed, bedankt voor je tijd. Graag gedaan.